Van harte goedemorgen en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het dagelijks programma waarbij wij dus informatie brengen, inzichten geven en natuurlijk de laatste updates brengen voor wat betreft de COVID-19 pandemie die de wereld beheerst op dit moment. Suriname die heeft er ook last van gehad. Als we de situatie nu bekijken, dan zien we dat we in totaal 11 bevestigde gevallen hebben gehad. Ja, er is eentje bijgekomen aan het begin van deze week. Is er een illegaal persoon positief getest, dat brengt het aantal op 11. 9 daarvan die zijn genezen verklaard, 1 is jammer genoeg overleden en de laatste man die is nu dus in quarantaine. Daarnaast zijn er een aantal mensen, 576 in quarantaine, dat zijn mensen die zijn gehaald uit het buitenland, de zogenaamde repatrianten. Dat is op dit moment de status wat betreft het coronavirus in Suriname. Maar goed, in dit programma hebben we elke dag een gast die vanuit zijn of haar werk vooral praat over de ervaringen met betrekking tot deze pandemie. En vandaag hebben we iemand die in een sector werkt die zwaar getroffen is. Het is de secretaris van de United Tour Guide Suriname en zijn naam is Errol Geesius. Errol, van harte welkom in ons programma. Grand Tony, we hebben alles maar een biggie odi. Mooi, goed gedaan. Oké, het begon allemaal op 13 maart. Die datum is in mijn geheugen gegrift toen bekend werd dat we het eerste geval hadden. We zitten nu ver in de maand mei. Dat is langer dan 2 maanden nu dat we zitten met deze situatie in Suriname. Errol Geesius, ja. Als Errol zelf persoonlijk, los van je werk, los van de United Tour Guides. Hoe heb jij dit ervaren de laatste zeg maar 2,5 maand? Oké, het was eigenlijk een bijzondere ervaring. Laat me dat zo zeggen, ik ben ook gestrest geweest. Eigenlijk een paar maanden daarvoor, in september, was ik in China. Niet op die plek waar het allemaal is begonnen, volgens dus de wetenschap. Het was op een andere plek, meer het zuiden van China. En we kwamen aan in september naar Suriname. En op een gegeven moment moet je horen dus dat in november, december, zaken uitbreken. En het was voor waarschijnlijk een heleboel mensen, ook voor mij, een soort ver van mijn bed show. Mm-hmm. Ja, oké, kom wel goed. Ook de reacties van andere mensen om me heen, wow, het is maar een griepje en het is niet zo erg en zo, maakte dat we dus dat niet zo persoonlijk opvatten nog. Tot het eerste geval. En ik zat nog ergens op een oord in Para te werken. En op een gegeven moment, ik keek naar een paar van die filmpjes waarbij de schuld steeds wordt geschoven op die ene. Dan is het die andere, die heeft het gemaakt, die heeft het voor die gestuurd. En ik begon echt te stressen. Ik voelde eigenlijk hoe mijn bloeddruk aan het stijgen was. En ik heb die avond niet goed geslapen. Omdat je gaat denken van, oké, wat gaat er gebeuren met de wereld? Wat gaat er gebeuren met morgen? Met mijn kinderen, met mijn nichtjes, neefjes en dergelijke. Dus ik had me heel zwaar aangetrokken. Ook omdat je werd gebombardeerd met allerlei filmpjes over allerlei scenario's, mm-hmm. waar of niet waar. Hè? Dus je gaat het een beetje persoonlijk aantrekken. En toen heb ik gedacht van, oh wacht even, nee, ik ben nog steeds hier, ik ben nog steeds levend. Dat gaat geen invloed op mij kunnen hebben op die manier. Dus ik ben het een beetje van me gaan wegzetten, wegdoen. Ik heb weinig van dat soort filmpjes meer bekeken. En ik ben eigenlijk in mijn tuin gaan werken. De tuin is een prachtige manier om je stress kwijt te raken. Plus, je kan nog planten. Dus ik heb een aantal plantjes in de grond gezet. Antrua, Boulanger. Oh ja, het is een heel verhaal. Dus zo heeft het op mij gewerkt. Oké, dus ja, Ogrit, want je bent een beetje in de tuin gaan werken. Ja, dus dat gevoel had ik al om in de tuin te werken. Mm-hmm. Dat deed ik zo af en toe. Maar nu nog meer. En in feite is dat voor iedereen zo'n beetje een boodschap, omdat we allemaal een tuin hebben van minstens 100 vierkante meter. En je kan er veel mee doen, mm-hmm. vooral deze tijd, maar we komen er misschien straks op terug. Ja. Oké, we hebben je hier gehaald omdat jij zit in het bestuur van de Suriname, de United Tour Guides Suriname. Je bent secretaris. Wat is United Tour Guides? Wat doen jullie? Wel, het begon op in 2011, waarbij een aantal gidsen bij elkaar kwamen en zeggen van, we kregen heel veel, niet heel veel, maar we kregen wel klachten van sommige mensen, gasten, over het functioneren van gidsen. En niet iedereen... Gidsen bij binnenlandse tours? Ja, dus bij binnenlandse tours. Oké. En niet iedereen die zich uitgeeft als gids, is daadwerkelijk gids. Of is met de intentie om zeg maar, mensen te begeleiden om Suriname positief uit te dragen. Sommige
mensen die liepen achter dames aan. Anderen was het eigenlijk meer voor het geld en geld verdienen. Terwijl het eigenlijk een soort van een soort roeping is. Mm-hmm. Want je bent eigenlijk een ambassadeur van Suriname in het land zelf. Dus in 2011 zijn we begonnen om te zeggen van we moeten elkaar bundelen. We moeten het kaf van het koren gaan scheiden. En in 2014 waren we formeel, hebben we dus de vorm van een stichting aangenomen, waarbij we de statuten hebben. En vanaf dat moment, eigenlijk daarvoor al, hebben we een aantal dingen gedaan om het niveau en de kennis van de gidsen op te upgraden. Een aantal doelstellingen van de organisatie is om de gidsen te upgraden naar een bepaald basisniveau, waarbij iedereen zegt van hé, dat is een kwaliteitsgids. Mm-hmm. We willen ook een database opzetten voor kennis die de gidsen, maar niet alleen de gidsen, ook andere mensen nodig kunnen hebben. In het kader daarvan hebben we zeker 2 jaar lang elke donderdag, laatste donderdag van de maand, geprobeerd een lezing te houden. Dat is vaak genoeg wel gelukt. En die lezingen gingen over allerhande onderwerpen, natuur, cultuur, historie. En vooral gidsen en andere aanwezigen waren erbij om kennis op te nemen. We hebben veel buitenlandse onderzoekers bijvoorbeeld gehad om die kennis met ons te delen. Nou, daarnaast zijn we ook een soort intermediair tussen het beleid en de gidsenorganisatie, want voor het eerst zijn de gidsen gebundeld. En eigenlijk ook een intermediair tussen de touroperators en de gidsen. Mm-hmm. Want de gidsen hadden eigenlijk niet echt een stem binnen geen enkele platform of orgaan dan, waar dan ook. En verder hebben we dus ook, komen we ook met voorstellen naar de overheid toe. En zo zijn we in bepaalde projecten betrokken geweest, zoals de standaarden voor tourguides, waar we aan hebben meegewerkt. Mm-hmm. En op dit moment zijn we dus in contact met verschillende ministeries. Ja. Voor wat betreft de tegemoetkoming of voor wat betreft het inzetten van gidsen op allerlei andere gebieden. Mm-hmm. Oké, okay. Dus zeg maar, jullie werk heeft een heleboel te maken met de toerisme sector. Ja. En er wordt gewoon gezegd dat de toerisme sector een van de zwaarst getroffen sectoren is. Ja. Met alle maatregelen die getroffen zijn. Jullie zijn er direct bij betrokken. Ik denk dat jullie hadden een programma vanaf 13 maart, toen de lockdown kwam. Ja. Er stonden zaken op programma. Hoe heeft het jullie programma vanaf die tijd beïnvloed, deze pandemie? Oké, dat is eigenlijk heel erg hoor. Laat me dat zo zeggen. Werken jullie nog? Nu? Nee, eigenlijk niet. Feitelijk niet dan. Ja. De meeste gidsen die begeleiden buitenlandse toeristen. Oké. Nu zijn de meeste buitenlandse toeristen weg. De vakantieoorden, lodges en dergelijke zijn gesloten. Dus ook al zouden we zeggen we gaan met Surinamers op stap, dat kan ook niet op dit moment. Dat betekent dat we eigenlijk gewoon thuis zitten. En ik heb het dan over 90, of eigenlijk tot bijna 100 geregistreerde gidsen bij de United Tour. Is dat jullie hoofdjob trouwens? Het is voor heel veel gidsen een hoofdjob. Je moet je voorstellen dat die gidsen... Het verdient op zich wel redelijk hoor. Mm-hmm. En als je 15 dagen per maand zeg maar op tour bent, het kan zijn een stadstour, een districtentour of een meerdaagse tour of een rondreis, dan kan je redelijk uitkomen als je dus niet een te groot gezin hebt. Met 20 dagen per maand, dan kom je toch wel uit. Maar nu is dat gewoon weggevallen. Ja. Gidsen zitten al bijkans 2 maanden thuis met heel veel kennis, heel veel skills. Maar ze kunnen dus niet worden ingezet, omdat de tours gewoon weggestopt zijn. Mm-hmm. Wat helemaal begrijpelijk is hoor. Ja, dus, absoluut. Ja, daarover gaan we niet geen discussie, dat de maatregelen goed waren om te voorkomen dat COVID nog meer zou verspreiden. Mm-hmm. En dan hebben jullie dus United Tour Guides. Dat betekent dat jullie wel in contact zijn. Ik bedoel, de sociale media, dat is heel makkelijk. Ja. Als jullie met elkaar bezig zijn in deze zeg maar, werkloze periode van jullie, waar hebben jullie het over? We hebben het dus over dat, ik bedoel dus dat de... Wat daar praten jullie over onderling, ja, ik bedoel, er zijn zoveel problemen, maar wat spant de kroon als jullie met elkaar bezig zijn? Inkomsten die zijn weggevallen. Kijk, laat me dat zo zeggen, de gids, je hebt bepaalde type gidsen. Je hebt freelancers, die werken op afroep. Oké, je wordt gebeld om een tour te brengen morgen, overmorgen naar wherever. En dan ga je er naartoe om die tour te doen. Je hebt dus de vaste gidsen, die zitten in vaste betrekking bij de touroperator. En als het nou tour is of niet, die worden doorbetaald.
Nu, zelf de touroperators die gidsen in vaste dienst hebben, kunnen dat niet lang volhouden. Dat gaat misschien 2 maanden, 3 maanden, maar langer dan dat is misschien niet zo zeker. De gidsen die thuis, die freelance gidsen, die zitten dan thuis, omdat ze dus geen werk hebben. En het is wel zo dat ze wat spaarcentjes hebben opgedaan, maar safri heb ik ping, denk, de spaarcentjes. Dus het gaat uiteindelijk opraken. Wat ik dus nu merk, is dat, dat er allerlei andere ideeën zijn. Laat me dat ook gelijk zeggen. Als gidsenorganisatie zijn we al zeker een maand geleden begonnen, of anderhalve maand geleden begonnen met het bedenken van allerlei andere mogelijkheden voor de gidsen. Omdat we het eigenlijk al zagen aankomen. Dus nu hebben we gezegd van, oké, weet je wat, we hebben het verdeeld in 3 categorieën. Gidsen die bijvoorbeeld die een heel andere job willen doen, bijvoorbeeld hydroponics, die willen gaan planten. En na de COVID-periode misschien of misschien niet, komen ze weer terug in de branche. Gidsen dus die, en dat is de eerste categorie, gidsen die op een ander gebied ingezet willen worden voor de time being. Bijvoorbeeld, we hebben dat ook gecommuniceerd met het COVID-team, waar we ook in een gesprek zaten. We hebben ook, dat ook gecommuniceerd met het ministerie van Handel en Industrie. Dat gidsen op dit moment thuis zitten, maar ze hebben heel veel skills, overdraagskills, om kennis over Suriname over te dragen. Zet ze anders in. Zet ze in om voorlichting te geven. En zo hebben we een hele lijst van mogelijkheden voor het ministerie naar voren gedragen. Ook is dat een ander ding, is dat we gaan kijken naar hoe kunnen wij Surinamers motiveren om te toeren in eigen land. Ik legde net uit dat wa ogri de. En er is een spreekwoord wa ogri tjawan boom, toch? In feite zijn we verplicht om die boom te bedenken. En dus op zijn straattaal gezegd wordt dit de inakino. Oké, die boom moet ervoor zorgen dat we er eigenlijk smooth eruit komen. Dat betekent dat we zelf aan het werk gaan. Maar dat betekent ook dat we die stress die we hebben opgebouwd in de afgelopen periode, eigenlijk gaan ontstressen in op de recreatieorde en in het binnenland. Alleen, we hebben dus in dat team met COVID hebben we een aantal maatregelen op papier gezet waaraan lodgehouders moeten voldoen of aan recreatieorde moeten voldoen, willen ze weer mensen kunnen ontvangen. Dus we hebben gezegd, oké, op kleine schaal willen we ook wel Surinamers begeleiden naar bepaalde plekken toe, met de maatregelen van COVID in acht genomen, waardoor de mensen ook hun stress kunnen kwijtraken, maar ook gewoon zelf hun eigen land kunnen ontdekken. En het COVID-team, althans de overheid, heeft onlangs de maatregelen aangepast, zal ik maar zeggen. Ze willen versoepelen niet gebruiken, gewoon aangepast. Maar het is inderdaad iets wat versoepeld. Is dat van invloed geweest op jullie job? Heeft het jullie job iets wat verlicht, zeg maar? Zijn er meer mogelijkheden gekomen nu? Er zijn meer mogelijkheden, potentieel, maar eigenlijk niet. We zitten nog steeds thuis. Ik denk dat de ministeries een aantal dingen aan het uitwerken zijn om ons in te zetten. We zitten nog steeds thuis omdat de meeste mensen, de meeste gidsen zijn begeleiders van groepen. Laten we zeggen dat bijvoorbeeld stadswandelingen, misschien tot groepen van 5 tot 10, wel voortgang kunnen vinden. Ik zeg dat heel voorzichtig, omdat we natuurlijk moeten kijken, er moet een afstand zijn tussen de mensen. Maar laten we zeggen, je hebt 10 mensen en iedereen is op een afstand van 2 meter van elkaar. Dan moet jij als gids wat luider gaan praten. Maar in de open lucht kan het best wel goed werken, omdat besmetting in de open lucht nauwelijks gevaar vormt. Dus op die manier... Als je die social distancing in acht hebt. Juist, die social distancing, ja. Dus op die manier denken wij dat we, zeg maar, per... component oplossingen kunnen vinden om de gidsen toch in te zetten. Wat is voor jou zeg maar een maatregel die versoepeld moet worden zodat jullie werk weer gedaan kan worden? Welke maatregel houdt het werk van jullie ontzettend tegen? Dat is een goede vraag hoor. Ik heb er nog niet zo over nagedacht omdat die maatregelen een beetje allemaal met elkaar verband houden. Het is de manier waarop het nu, de situatie waarop het nu is, laat me dat anders zeggen.
Een van de belangrijke tours met wat inhoud over de cultuur is de tour naar het binnenland, naar inheemse of Marandorpen. Een van de zaken is die community spreading waar we niet mogen krijgen. Dus stel je voor, je gaat met een groep naar een dorp, zeg maar dorp A, en je loopt met de gasten in het binnenland, dan moet je ervoor, of in het dorp, dan moet je ervoor zorgen dat er geen nauwelijks contact is tussen jou en de dorpelingen. Maar is dat wel wijs om, ook al heb je nauwelijks contact, is dat wel wijs om te doen? Moet je niet beperken tot een boswandeling of tot een wandeling naar een waterval. Maar aan de andere kant, je zit met de gasten in de boot of in de bus. Dus wat dat betreft moeten we dus nog misschien dat soort dingen uitwerken om te kijken van met hoeveel mensen zit je in de bus? Waaraan moet die bus voldoen? Moet helemaal open zijn en de boot. Dus wat dat soort kleine dingen, kleine zeg maar details betreft, moet nog uitgewerkt worden. Maar daar zijn we eigenlijk mee bezig. Ja. Hoe lang houden jullie het nog vol? Wel, niet lang meer. Maar er zijn al een aantal gidsen die op andere gebieden bezig zijn. Okay. Een van de dingen die... laat me dat ook eventjes vertellen. We zitten dus nu ook in een aantal projecten. Er zijn bijvoorbeeld project Bronsberg, waarbij we in gesprek zijn met Sinasu om een aantal gidsen in te zetten voor de monitoring en zeg maar een oogje in het zeil houden op de Bronsberg. Want er is een bedreiging dat goudzoekers de watervallen gaan vernietigen. We zijn al in een vergevorderde gesprek met Sinasu, dat misschien over 2 of 3 weken al gidsen er naartoe kunnen gaan om daar dus een oog in het zeil te houden. En daar willen we een aantal gidsen inzetten. Alleen er moet nog een begroting worden goedgekeurd en dergelijke, u kunt dat ding. We hebben ook nog een ander project, Paramaribo Life Museum, waar Yves John, voorzitter, de trekker is, samen met een cluster van een aantal bedrijven binnen Paramaribo. En daar worden er ook plannen, zijn er ook plannen om bijvoorbeeld een foodtruck en tuk-tuks te laten halen, die komen ergens in eind juni aan, waarbij we ook gidsen kunnen inzetten. Die foodtrucks, dat is de bedoeling om zeg maar, langs bepaalde plekken of op bepaalde plekken eten te verkopen. En die tuk-tuk is om stadstours en dergelijke tours te ondernemen. Daarnaast, u gaat het misschien zien, langs de Heiligeweg is er een gebouwtje waar men heel veel urineert. Je wordt er high van als je daar langs loopt, waar een plakkaat van Kojo-mensen staat. Daar zijn we nu bezig te beschilderen. En het moet eigenlijk een onderdeel zijn van het stadsverfraaiing. Waarbij we eigenlijk bewuster worden van de waarde die we hebben. Mm-hmm. Ik zeg het altijd, als heel veel Surinamers hadden gereisd in Suriname, hadden gezien wat ik heb gezien, dan zouden we veel meer waardering voor ons land hebben. Want wonen we in een diamant. Maar we beseffen het niet. Maar iedereen elk ander land weet het wel. Ja. Wij alleen moeten het nog ontdekken. Oké, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Het is altijd leuk om te kijken naar de toekomst. Hoewel met deze coronacrisis niemand weet wanneer het ophoudt. Niemand weet wanneer een vaccin komt. Niemand weet wanneer alle maatregelen worden opgeheven. Maar als je een toekomstblik werpt, heel kort voor jullie United Tour Guides, wat zie je? Voordat ik daarop antwoord, ik denk dat we moeten overgaan naar gezond leven, gezond eten. We hebben heel veel natuur, we hebben 93% bosbedekking met heel veel biodiversiteit. Dus er is eigenlijk heel veel dat we zelf kunnen gebruiken, geen chemische troep, dat ons gezond houdt. Waardoor mocht eventueel dingen verkeerd gaan, dat we er niet zoveel schade aan overhouden. Voor United Tour Guides denk ik dat we zijn al in het promoten van lokaal of domestic toerisme, zoals het heet. En we sporen iedereen aan om hun eigen land te ontdekken. Waarbij wij een rol kunnen spelen in de informatieverstrekking. Maar ook misschien het begeleiden van die groepen naar bepaalde plekken toe om de verhalen van Suriname te vertellen. U weet, gidsen zitten vol kennis, vol skills over vogels, dieren, reptielen, insecten. Culturen, noem maar op. Daarnaast zie ik dus dat gidsen ook op andere gebieden hun
kennis kunnen delen, wat betreft voorlichting, zoals ik al eerder zei, en andere zelfstandige beroepen. Ik zie een gids niet zozeer in overheidsdienst gaan achter een bureau, want daar, dat is een apart, gids zijn is een apart job. Maar wel in het veld om mensen voor te lichten en om mensen nieuwsgierig te maken naar, naar dat diamant. Ja. Ik vind dat een hele mooie hoor, nieuwsgierig maken naar dat diamant. Errol, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Je hebt heel veel te vertellen, dat is begrijpelijk. Ja. En misschien moeten we het een andere keer doen in een ander programma over jullie werkzaamheden. Ja, graag. Maar bedankt voor de informatie. Jullie hebben het niet makkelijk. Laten we hopen dat in elk geval mensen heel gauw weer naar het binnenland kunnen. En dat ons luchtruim open gaat, zodat er weer toeristen komen. En dat zal natuurlijk een droom zijn voor jullie. Zeker. Dankjewel. Ja, goeie graag gedaan. Ja, Suriname is een diamant, maar we beseffen het nog niet. Ik vind dat zo mooi. Het wordt echt tijd dat we het gaan beseffen. Dat zei Errol Geesius. Dan hebben we het gehad wat betreft deze aflevering van ATV COVID-19 Update. We besluiten altijd met het benadrukken van dat waar u zich nog steeds aan moet houden. En dat zijn de hygiënische maatregelen, handen wassen, spullen die u vaak gebruikt. Ik denk aan telefoons, muizen van de computer, deurkrukken. Zo vaak mogelijk ontsmetten. Social distancing in acht nemen, want mensen worden een beetje nonchalant. En natuurlijk, het geldt nog steeds als je niet op straat hoeft te gaan, doe dat niet. Bedankt voor uw aandacht en graag tot morgen.